De moslimgemeenschap in Limburg voelt zich bekeken als het over IS gaat. Dat zegt Ali Çağlar, schepen in Genk en vertegenwoordiger van de Turkse Unie van België. De moslimgemeenschap is bereid tot samenwerking om het probleem van de Syrië-strijders aan te pakken. Çağlar neemt namens de moslims nog eens duidelijk afstand van IS. Nogmaals, voor alle duidelijkheid, de Belgische moslimgemeenschap ook veroordeelt de gruweldaden wat daar gebeuren. En die hebben zeker geen enkele binding met de IS. Ons land telt 500.000 moslims. Ali Çağlar zet namens de moslimgemeenschap nog eens de puntjes op de i. Anderzijds worden ze wel daarover aangesproken en ook aangerekend dat men zegt, oké, ook al hebben we daar niks mee te maken, we moeten toch nog reageren. En in dat opzicht, als men met de Belgische overheid of de verschillende instanties in België kan samenwerken, vroeger stonden we daarvoor open, nu is dat nog altijd het geval. Voor zover bekend blijft het bij 4 Genkse jongeren die naar Syrië zijn vertrokken. Younes is er één van. Ik kan gelukkig zeggen dat er naast die 4 jongeren geen anderen zijn vertrokken. En van die 4 jongeren hebben we tot heden ook geen enkel signaal ontvangen. Was Genk gisteren dan niet de grote afwezige op het overleg met de burgemeesters in Mechelen? Ik weet niet of we zijn uitgenodigd, maar anderzijds zijn we altijd bereid om met de verschillende instanties samen te werken. Ik denk dat dat niet een probleem is van één of andere stad, dat dat een probleem is die we allemaal ervaren. En het zou goed zijn moesten we de krachten kunnen bundelen. Ali Çağlar steekt de hand uit. Ik denk dat onze bezorgdheid moet zijn van hoe kunnen we deze jongeren terugwinnen in deze maatschappij. Hoe kunnen we ze een beter toekomstperspectief geven. En naar de toekomst toe zal dat ook altijd zo zijn. Als we kunnen samenwerken om te komen tot een betere samenleving, een warme samenleving, waar iedereen zich in thuis kan voelen, altijd welkom.